Goedenavond. Na Blankenberge en De Panne komt er wellicht ook in Langemarck, Poelkapelle een burgemeesterwissel. Na anderhalf jaar sluiting door corona was er vanavond weer een optreden in de Brusselse muziektempel AB. En de Rode Duivels winnen hun WK-voorrondewedstrijd tegen Tsjechië met 3-0. Er is in een derde gemeente een politieke wissel in de maak. Deze keer in Langemarck, Poelkapelle bij Ieper. Eerder waren er al coalitiewissels in Blankenbergen en De Panne. In Langemarck, Poelkapelle zal CD&V uit de meerderheid verdwijnen en komt er wellicht een nieuwe burgemeester. Coalitiepartner N-VA wil liever met andere partijen samenwerken. Ook al is dat met een krappe meerderheid. Allemaal het gevolg van het nieuwe Vlaamse gemeentedecreet dat het makkelijker maakt om tijdens een legislatuur een andere meerderheid te vormen. Ik denk dat er waarschijnlijk ook de komende maanden en weken waarschijnlijk nog een paar gemeenten gaan volgen waar men gezegd heeft, kijk, we wachten op die nieuwe wetgeving. We hebben moeilijkheden, we verstaan elkaar niet, we geraken het niet eens over wat er moet gebeuren. Laten we uit elkaar gaan. Ja, nogmaals, een vergelijking met een huwelijk. Een huwelijk is een engagement. Je probeert daar het beste van te maken, maar in sommige huwelijken gaat het echt niet meer. Ja, dan is het soms verstandiger om uit elkaar te gaan dan noodgedwongen samen te blijven. Je kan het daar eigenlijk het best mee vergelijken. Blankenbergen, De Panne, nu Langemarck. Het zijn drie coalitiewissels in korte tijd, toevallig allemaal in West-Vlaanderen. Volgens professor Herwig Reinaert, die gemeentepolitiek bestudeert, zijn de meeste lokale besturen wel stabiel. Hij verwacht niet dat er nog veel gemeenten zullen volgen. Het is zo dat in de vorige legislatuur er ongeveer een tiental structurele onbestuurbaarheden waren. Ook als je kijkt voor de constructieve motie van wantrouwen in Wallonië, was dat aantal heel beperkt. Dus het zou me erg verbazen dat dat plots een heel ander verhaal wordt in Vlaanderen. Bovendien lijkt het me politiek niet interessant om toch nog een constructieve motie van wantrouwen te hebben, omdat je dan eigenlijk politiek gehakketak hebt en dat de bevolking dat uiteraard niet graag ziet gebeuren. Van de gemeentepolitiek naar het federale niveau, naar de pensioenplannen van PS-minister Karine Lalieu. Zij kwam vrijdag met haar voorstellen, met daarin onder meer een versoepeling van het vervroegd pensioen. Ze kreeg meteen een storm van kritiek over zich heen, ook van haar coalitiegenoten. Die noemen haar plannen onbetaalbaar. In de zevende dag van morgen zei Lalieu dat dat niet zo is. Toen minister Lalieu haar pensioenvoorstel eergisteren naar buiten bracht, was op haar eigen partij en de Groene Na eigenlijk niemand enthousiast. Een rood socialistisch plan met een rode factuur achteraf was de kritiek. Je peut être socialiste, mais je suis responsable. Et les hypothèses que j'ai pris pour la soutenabilité financière, parce que ça doit être soutenable, je suis d'accord, évidemment, sont des hypothèses qui n'intègrent pas une augmentation du taux d'emploi. 80%. Want meer mensen aan de slag is meer mensen die bijdragen. Alleen 80% van wie kan werken ook echt aan de slag, daar zitten we nog lang niet. Maar dat betekent ook dat onze socialistische collega's moeten begrijpen dat je echt op dit moment waar de economie oververhit, waar je geen arbeidskrachten vindt, dat we echt die mensen aan de slag moeten krijgen. En dat je echt het signaal moet geven, werken loont, op een uitkering blijven niet. En dat signaal verwacht ik van hen. De PS moet dus kiezen, inbinden op pensioenen of bijvoorbeeld streng worden voor werklozen. Het belooft de komende weken nog hevige discussies te worden binnen de regering. In Ieper in West-Vlaanderen is een zwaar ongeluk gebeurd met twee doden. Een derde persoon is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een voertuig met Franse nummerplaat en een voertuig met Belgische nummerplaat reden frontaal op elkaar in een bocht op de Rijsselse weg. Wellicht week een van beide af van zijn rijvak. Wie en waarom moet een onderzoek uitklaren. De weg werd na het ongeluk afgesloten voor alle verkeer. Nog tot en met woensdag kunnen we genieten van zonnig en warm nazomerweer. Maar dermatologen komen ook met een waarschuwing. Sommige mensen denken misschien dat de zon in september niet meer zo schadelijk is als in de hoogzomermaanden. Maar dat is niet zo. We moeten ons ook nu goed beschermen tegen de zon met zonnecrèmes en een hoed of pet. En de hete middagzon, die vermijden we het best.
De zon kan onze huid beschadigen, sneller doen verouderen en huidkanker geven. We moeten weten, in België is het aantal huidkankers 400% gestegen op 20 jaar. Van 11.000 in 2000 tot 44.000 nieuwe gevallen in 2018. Dus we moeten een beetje voorzichtig zijn. De twee Belgische C-130 transportvliegtuigen waarmee ons land mensen uit Afghanistan heeft geëvacueerd, zijn gisteravond weer geland op Nelsbroek. En daarmee is operatie Red Kite helemaal afgerond. Ons land heeft zowat 1500 mensen kunnen weghalen uit het land sinds de Taliban er de macht grepen enkele weken geleden. En die evacuaties gebeurden vanop de luchthaven van de hoofdstad Kabul. Maar sinds de laatste westerse troepen er vertrokken, begin vorige week, was de luchthaven gesloten. Nu is ze voor het eerst weer open gegaan. Een Afghaanse luchtvaartmaatschappij voert als eerste weer binnenlandse lijnvluchten uit tussen Kabul en drie provinciehoofdsteden. Een technisch team uit de golfstaat Qatar is erin geslaagd de luchthaven te heropenen. Want die kennis en expertise hebben de Taliban niet. In Amsterdam hebben enkele tienduizenden mensen betoogd tegen de coronamaatregelen. Die zijn in Nederland al erg versoepeld, maar de betogers vinden de restricties die er nog zijn veel te verregaand. De betogers verzamelden in de binnenstad van Amsterdam en maakten een kilometerslange tocht. Ze zeggen dat de maatregelen een te grote beperking zijn van de vrijheid. Ik hoop dat de wereld gewoon weer vrij wordt en dat we gewoon zelf kunnen bepalen wat we doen. De regering heeft zich niet aan de afspraak gehouden, zeggen ze. Een half jaar of een jaar geleden hebben ze beloofd, of gezegd, hè, Hugo de Jonge, van ja, nee, als het vaccin er is, dan zijn we weer vrij. En dan, dan kunnen we weer alles doen waar we zin in hebben. En nu is het van, nu is dat omgekeerd. En als je het vaccin niet neemt, dan word je buitengesloten. Ik ben hier vandaag omdat ik niet akkoord kan gaan met de regels die echt onmenselijk zijn. In de betoging stapten ook mensen mee die protesteerden tegen het woningtekort, tegen de gaswinning in Groningen en tegen de toeslagenkwestie. De affaire die begin dit jaar de regering Rutte 3 ten val bracht. In Guinea is een poging tot staatsgreep aan de gang. Guinea ligt in West-Afrika en telt meer dan 12 miljoen inwoners. Het is een vroegere Franse kolonie. Alpha Condé is president, maar die lijkt nu opzij te zijn geschoven door een groep militairen. Vanmorgen was er zwaar geweervuur te horen in de buurt van het presidentieel paleis in de hoofdstad Conakry. Het ministerie van Defensie zegt dat de poging tot staatsgreep mislukt is, maar de coupplegers beweren dat ze president Condé gevangen hebben genomen. Après avoir fui le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. De Rode Duivels hebben zo net hun WK-voorrondewedstrijd tegen Tsjechië gewonnen. Overtuigend met 3-0. En daardoor zijn de Belgen zo goed als zeker van deelname aan het WK in Qatar volgend jaar. Voor de match wordt er afscheid genomen van oud-Rode Duivel en bondscoach Wilfried van Moer. Romelu Lukaku wordt dan weer in de bloemetjes gezet voor zijn 100ste interland. De wedstrijd is amper 8 minuten bezig wanneer Van Aken Lukaku diep stuurt. En hij scoort meteen in zijn jubileummatch, goal nummer 67. De Belgen domineren de eerste helft en net voor rust maakt Hazard er 2-0 van. Van Aken alweer met de assist. Hazard met zijn eerste goal in bijna 2 jaar voor de Duivels. Begin de tweede helft verslapt de aandacht bij de Belgen. Courtois voorkomt tot 2 keer toe een Tsjechisch doelpunt. Maar dan slaan de Duivels weer toe. Knap samenspel en Salemakers met de 3-0. Het hakje van Hazard, Lukaku met het subtiele tikje en Salemakers met de afwerking. Een overtuigende zege voor de Duivels. De tickets voor Qatar mogen besteld worden, want de kwalificatie voor het WK is zo goed als binnen. Het was voor de Rode Duivels de eerste thuismatch met publiek in bijna 2 jaar. De spelers keken daar erg naar uit. En de toeschouwers, zo mogelijk nog meer. Die waren goed op tijd afgezakt naar het Koning Boudewijnstadion. En de sfeer zat er meteen in. Een uitgelaten sfeer, nu ze gewoon weer mogen komen supporteren, zoals vroeger. Eén woord, eindelijk. Eindelijk. Wedstrijden zonder publiek is toch niet hetzelfde, vind ik persoonlijk.
Dus nu zijn we weer erbij. Oké. We kunnen terug pintjes pakken, goed weer. Terug het stadion in. Terug roepen. Ja, echt de sfeer terug opsnuiven. Is echt geweldig. Ja, heel veel deugd. Hè. Zonder mondmasker. Ja, dat is geweldig. Hè. In het wielrennen is de Ronde van Spanje ten einde. En voor de derde opeenvolgende keer is de eindoverwinning voor de Sloveen Primož Roglič. In de slotrit naar Santiago de Compostela zet Roglič de kroon op het werk. De laatste rit in deze Vuelta is geen klassieke massasprint in Madrid, wel een tijdrit van 33 kilometer richting Santiago de Compostela. Magnus Kort, winnaar van drie ritten in deze Ronde van Spanje, knalt verrassend naar een toptijd. Enkel Primož Roglič komt in de buurt. Hij is helemaal los. Hij is volle helemaal bak, los. Volle bak, volle patroon, zeggen ze bij ons. Nog 19, nog 18, nog 17. Waar is die streep? Nog 16, nog 15. En hij klokt 14 seconden rapper dan Magnus Kort Nielsen. En sluit deze Vuelta als winnaar af van de tijdrit. En wint die Vuelta voor de derde opeenvolgende keer. Roglič is een hele grote meneer. In het eindklassement heeft hij 4 minuten en 42 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas. Het is 24 jaar geleden dat iemand met zoveel overmacht de Vuelta won. It's unbelievable, huh? It's crazy. Sometimes, let's say it like this. Sometimes you win by a lot. Sometimes I also win by really a little. But yes, as long I think as you can win, is super nice. Huh? Er is meteen een andere ronde gestart, die van Groot-Brittannië. En daar is Wout van Aert sterk begonnen. Het is zijn eerste koers na zijn zilveren medaille in de Olympische wegrit. En hij gaat meteen voluit. Er staat geen maat op Van Aert in de massasprint. Niemand kan hem bijhouden. Wout van Aert pakt de ritzege en is dus ook de eerste leider in de ronde van Groot-Brittannië. Dat is goed voor vertrouwen. Natuurlijk. Ik heb wel ervaring mee om van de ochtendstage terug te komen en vaak ben ik al meteen in orde. Het enige wat we natuurlijk moeten beseffen is dat we in de ronde van Engeland zijn en niet op het allerhoogste niveau. Maar de renners die geklopt zijn wel wereldcoureurs, dus het is een mooie overwinning. De Latino-rockgroep Chicos y Méndez zette vanavond de Ancien Belgique na meer dan anderhalf jaar weer in vuur en vlam. Ze warmden de zaal op voor de hoofdact, de Braziliaanse Flavia Coelho. De heropstart van de AB was niet alleen een feest voor het publiek, ook voor de medewerkers. Na zo'n 18 maanden stilte klinkt er opnieuw muziek door de boksen van de AB in Brussel. De muzikanten van Chicos y Méndez maken een waar dansfeest van de heropening tot grote vreugde van directeur Bonte. Het is heel raar. Ik werk een jaar in dit huis, midden in de lockdown en coronacrisis. Gestart, het huis wel leren kennen. Maar ja, de essentie van dit huis, die concerten, dat publiek, dat heb ik nooit echt gezien. Wel als toeschouwer, maar nooit als directeur. En nu mag ik eindelijk ook dat stukje een keer meemaken. Dus een blij man staat voor u. Welkom in AB. U bent onze eerste bezoeker sinds we terug open zijn. Enkel wie een COVID-safe ticket en identiteitskaart kan voorleggen, mag de zaal binnen, waar dan alle coronaregels wegvallen. Voor kleinere zalen met plaats voor minder dan 200 personen gelden in Brussel nog de oude coronamaatregelen. Dat wil zeggen dat je daar nog altijd mondmasker moet hebben. En dat is natuurlijk voor een heel groot aantal spelers in dat veld een absolute catastrofe, want als je een zaaltje hebt met pakweg 180 zitplaatsen, ja, dan kan je nu eigenlijk maar voor een publiek werken van 30, 40 mensen. Dus dat is voor veel organisatoren in het Brusselse alleszins een streep door hun rekening. Frisson quand je suis rentrée dans la salle parce que c'était chouette de retrouver la même ambiance qu'avant. Voilà. Eigenlijk een beetje onwennig. Het is de eerste keer dat we zo in een groter publiek terechtkomen zonder mondmasker. Het voelde zo echt heel onwennig om dat uit te doen, maar intussen zijn we het al gewoon. Hè. Bla, 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 bla.
heb nog het weerbericht. We breien een vervolg aan het zomerse weer van vandaag. Vannacht blijft het helder. Hier en daar kan nevel of een mistbank ontstaan bij een minimaal tussen 8 tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, af en toe wat wolkenvelden en maximaal tot 26 graden. We eindigen met beelden van de slotceremonie van de Paralympische Spelen in het Nationale Stadion in Tokio. Het was een kleurrijk spektakel, vol dans en muziek, met als hoogtepunt de afscheidsparade van de atleten. Rolstoelsprinter Peter Genijn toonde de Belgische vlag. Genijn haalde zilver op de 200 meter en goud op de 100 meter. In totaal nemen de Belgen 15 medailles mee naar huis. Het was heel fijn dat u keek en ik wens u een prettige werkweek toe. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.